Rapper Ronnie Flex heeft de Popprijs 2018 gewonnen. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. In een jaar waarin hiphop de hitparades en het uitgaansleven zo wist te domineren, was er één artiest die er in vele opzichten bovenuit stak. Ronnie Flex loopt voorop in de muzikale ontwikkeling van het genre, staat textueel op eenzame hoogte en durft zich ook nog eens kwetsbaar op te stellen, aldus de jury. Niet een gemakkelijke weg. Ook roemt de jury Ronnie Flex om zijn keuze om niet voor de gemakkelijke weg te gaan. Zo koos hij heel nadrukkelijk voor een volledige live show compleet met band. Met de Ronnie Flex heeft de Nederlandse hiphop de beste missionaris die het zich kan voorstellen. Ronnie Flex won de Popprijs in 2015 al als onderdeel van het hiphop collectief Nieuw Wave. De grote belofte die Ronnie Flex 3 jaar geleden in Nieuw Wave nog was, heeft alles ingelost en iedere verwachting ruimschoots overtroffen, schrijft de jury. Als eerste Nederlandse popartiest wordt Ronnie Flex daarom nog een keer beloond.